Speciaal welkom aan Jacques Tichelaar, die hier voorzit, commissaris van de Koning. We zijn zeer vereerd dat hij hier vanavond is. Het is een drukke agenda. Zoals jullie weten bestaat de avond uit twee delen. Het is een stukje formeel, waar we nu straks mee gaan beginnen. Vooruit op die presentatie moet ik zeggen dat ik dus gisteren 50 jaar ben. Ik had me daar ook niet zo erg op verheugd, moet ik zeggen. En dat is me ook behoorlijk ingevreden. Dus ik heb twee hele lieve dames op kantoor. Die lopen mij al twee dagen te sarren. Als ik toevallig iets vergeet, dan heeft dat natuurlijk gelijk te maken in die 50 jaar. Ik kwam vanmiddag in de C1000 hier in het dorp. Werd ik al als opa aangesproken. Dus degenen die al 50 zijn, hebben dat gehad. Maar degenen die nog 50 moeten worden. Nou, ik zal zeggen het bergje maar, want er is eigenlijk helemaal niks aan. Het ontstaan van het boekje ligt eigenlijk bij Joanne. Want Joanne wou voor mijn 50ste dat boekje als een soort verjaardagscadeau geven. Ze was daar al bijna helemaal klein. En op een gegeven moment zei een aantal mensen tegen haar: goh joh, je moet er eigenlijk nog iets meer mee doen. En toen heeft ze het aan mij verteld, gelukkig. Ik wou helemaal niet van verrassen. Dus ik vond het heel plezierig dat ze dat aan mij vertelde. En toen heb ik gezegd, ja, wat moeten we dan weer doen? Nou, laten we dan een professioneel boekje van maken. En dat gaan we verkopen. We verkopen in het kalender. Want we doen de hele dag niet anders. Maar we hangen er een klein prijsje aan, 5 euro. En de opbrengst gaan we natuurlijk naar ons. We koppelen aan een goed doel. Nou, zo is eigenlijk het idee ontstaan. Dat goede doel, dat hebben we over nagedacht. En dat is geworden Stichting Mont Ventoux. Stichting Mont Ventoux. Samen gelden in. En die gelden zijn bedoeld voor de kankerbestrijding. En helaas, jongens, moet ik zeggen, hebben we eigenlijk allemaal met deze ziekte te maken. Het zij heel nabij, in je gezin, in je familie, of bij vrienden of bekenden. En de impact is over het algemeen erg groot. Dat is lastig, het is vervelend. En gelukkig gaat het steeds beter ermee. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. De kans op genezing is steeds groter, maar het blijft natuurlijk wel een serieuze bedreiging. Nou, de Stichting Mont Ventoux die symboliseert eigenlijk de fietstocht, als ook de strijd die een patiënt levert tegen zijn ziekte. En die maakt van een sportieve strijd eigenlijk ook een emotionele strijd. Ik heb hem in 2007 begonnen, toen gingen ze met 40 mensen omhoog tegen de berg op. Ik heb hem zelf gefietst in 2010, toen waren we met 270 man en dit jaar gaan ze met 1000 mensen. Het geeft wel aan hoe het leeft in de regio, ook hoe het aanspreekt bij mensen. En het is een geweldige happening, dat kan ik wel zeggen. Nou, dan komen we aan de onthulling. En dat was eigenlijk niet zo moeilijk, want wie ga je daarvoor vragen? Nou ja, Stichting Mont Ventoux is hier in de buurt, in Drenthe. De verhalen in het boekje spelen zich af in Drenthe. En we dachten dus van nou, degene die de provincie het best kan vertegenwoordigen, dat zou mooi zijn als we hier voor konden vragen. Ik heb Jacques Tichelaar gebeld, we hebben elkaar een paar keer eerder gesproken. En hij toont zich zonder draden gelijk bereid om dit te doen. Op dit toch wel ongebruikelijke tijdstip. En 9 uur vrijdag 's avonds. Ik kan iets leukers bedenken. Het is een heel mooi autoprogramma, ook Veronica altijd om deze tijd. Dus we zijn zeer vereerd dat hij hier is. En ik wou hem ook graag vragen om gezamenlijk, zou ik maar zeggen, want het is vrij zwaar, de onthulling van het boek te gaan doen. En dan daarna vragen of hij nog iets erover wil zeggen. Oké, doen we. Ja? Ja, volgens mij. Ja. Dat ik het zelf niet helemaal weet. Nee. Maar hij zegt dat het anders. Twee maal gefeliciteerd met je verjaardag, met je
bereikt een leeftijd. Dat gaat echt goed naar je vijf. Ik spreek uit ervaring, dat gaat echt goed. Maar ook met je debuut als schrijver. En dat vind ik heel knap. En dat heb je ook aangedurfd. En in tegenstelling tot al die boeken die ik krijg als ik ergens ben, en die ik natuurlijk nog nooit gelezen heb. En ik hoop ook vaak niet dat ik de mensen weer tegenkom, want dan zeg ik tegen mij, en hoe vond u het wel? Maar dit boek heb ik gekregen en ik heb het nog gelezen ook. En dan moet je mij niet vragen om een boek in op af te leggen. Want dan wil ik er ook wel iets over zeggen. Want ik moet je zeggen, dit boek kun je lezen als de makelaar. Die denkt, goh, het zijn slechte tijden, laat ik eens een column schrijven. En die denkt aan het eind, laat ik de columns verbinden en heb ik een boek. Maar dit zegt heel veel over Bakkers, heel veel. En zo heb ik dit boek ook gelezen. En soms ben je wel heel erg nieuwsgierig. Ik dacht dat je echt een professionele makelaar was. Maar dat is niet zo. Ik bedoel, u hoeft mij niet te geloven, maar u gaat straks allemaal dat boek kopen, zoals u bent. Dat is de eerste opbrengst. En ik roep jullie allemaal op, want dat is ook voor een goed doel, daaraan mee te doen. Maar het is eerst jouw verjaardag. Ik heb gehoord dat je heel nerveus was. Ik hoop dat dat nu af is. En dat je echt gaat feestvieren. Ik ga jullie verlaten, maar het is je van harte gevoel. Nogmaals, van harte gevoel. Nou, hartstikke bedankt voor deze bijzondere mooie woorden. Ik sta hier met Bart Vreese, je hebt een boekje geschreven, Makelaar. Waar gaat het boekje over? Nou, het boekje is niet zozeer op zichzelf geschreven. Het boekje is een bundeling van een aantal columns, een aantal verhalen, die ik vanaf 2007 in ons woonmagazine heb geplaatst. En wij krijgen zo ontzettend veel positieve reacties op die verhaaltjes, dat we op een gegeven moment toe kwamen om te zeggen, nou, waarom bundelen we het niet? Waarom koppelen we het niet aan een goed doel? En gaan we proberen iets moois van te maken. U zegt een goed doel. En welk goed doel is dat? Nou, dat is de Stichting Mont Ventoux in Meppel. Stichting Mont Ventoux is in 2007 opgericht. Is verwerft fondsen voor kankerbestrijding. En ja, helaas hebben we allemaal wel op een of andere manier met kanker te maken. Het zijn directe omgeving, vrienden, familie, bekenden. En het heeft zo'n enorme impact. En de stichting probeert door fondsen te verwerven zorgen dat er nog meer onderzoek gedaan kan worden. En zodoende dat deze ziekte nog beter bestreden kan worden. Ja. En hoe kwam je aan de inspiratie? Nou ja, de inspiratie is heel simpel, want die doe ik elke dag op in mijn werk. Je moet rekenen, wij hebben 6 tot 8 afspraken per dag. En ik zie dus 6 tot 8 verschillende mensen, meestal dan stellen ook nog, iedere dag. Dus dat zijn er heel veel. Je loopt bij bezichtigingen over het algemeen toch wel een klein uurtje rond met mensen door een woning heen. Je praat natuurlijk niet alleen over het huis, je praat ook over de achtergronden waarom mensen op zoek zijn. En zo leer je heel veel mensen kennen. En daardoor, door de jaren heen, zijn er heel veel gebeurtenissen die toch wel indruk op je maken. En waarvan we dachten, nou, laten we dat gewoon eens op een hele simpele, eenvoudige manier op papier zetten. En u had het over Stichting Mont Ventoux, dus daar zit waarschijnlijk ook een geldbedrag aan vast. En daar was u wat mee van plan? Ja, het boekje is dus te koop voor €5. Dat is op zich een sympathieke prijs. En wij hopen door zoveel mogelijk boekjes te verkopen, dat we uiteindelijk zo'n hoog mogelijke opbrengst halen. En dat gaan we dan ook storten naar de Stichting Mont Ventoux. Oké.